Dit programma wordt u aangeboden door Drukkerij Rijkers, Werbels Planet en Dame Computer Service Uden. Op 16 april 1957 traden Jan Goorts en Anne Goorts van Vught in het huwelijk. Het kerkelijk huwelijk heeft plaatsgevonden op 7 mei 1957. Jan Goorts en Anne Goorts van Vught uit Uden waren dus afgelopen zondag 60 jaar getrouwd. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Oh, dat was we net als gewoonlijk bij de boeren was het zo. Dat ze allemaal als zonder vaar gingen buurten. Als ze zomaar. Kwamen zomaar aan. En hier waren meiden. Dan ben je wel toen nog gewoon op het af. Die kende ook wel op het af. Nou, weet niet, als ze soms zo zo oh ja, zitten. En kieken ze door de room en zagen ze een paar meiden zitten. En dan kwamen ze naar binnen. Zo waren het begonnen. En dan naar de rand, een keer in het danscentrum of een keer op de markt, met mij met herden. En je hebt de oude Joostmerk en zo. En dan was het allemaal. Dat de dames en de heren uitgingen, hè? Van de boerenstand eigenlijk. En zo heb ik dat langzamerhand van, ja, je kunt dan zijn gezicht zien dat hij een beetje gelegen heeft, denk ik. En zo is gekomen dat we elkaar kenden en zag je zo een en, trouwen. 5 mei. Nou zie ik het wel in een danscentrum. Dat was toen niet. Ja, maar dansen met mijn been weer niet zo goed. Nee, maar hij had ook geen dansen. Ja, de kermis, branders was ook geen dansen. Maar gefeliciteerd in ieder geval. En op naar de volgende 5 weer, 65 jaar. Ja, dan heb ik een briljante... Zo is dat.